Welkom bij Kijk Mijn Wijk. Het onderwerp is de Merwedepolder en de informatiemarkt. En ik ga iemand interviewen van de gemeente. Wie bent u? Ik ben Jacqueline Gommels en ik werk voor de gemeente Dordrecht. Wat voor werk doet u? Ik werk onder andere hier in de wijk De Staart. Wat vindt u bijzonder aan deze wijk? Nou, een van de bijzonderste dingen van deze wijk vind ik het water dat hier rondom me heen ligt. Niet alleen het water, maar ook heel veel groen ligt er rondom deze wijk. En ik vind dat heel erg mooi. Wat vind jij zo bijzonder aan deze wijk? Ook het water en het is wel mooi met bomen en zo. Gebruik je het water ook in de zomer? Ga je wel eens zwemmen? Ja, best wel vaak in de zomer in Turkije. Ja. Oké. Okay. Waar is de informatiemarkt? De gebiedsinformatiemarkt is woensdag 16 november in Kunstmin in de stad. Komen jullie ook? Als het vrijtijd is, misschien. Ja, het is na school. Het is na schooltijd. Het begint om ongeveer 4 uur en is ongeveer 9 uur afgelopen. En 's middags zijn er activiteiten voor kinderen, onder andere knutselactiviteit. En kunnen moeders en vaders ook meekomen? Ja, en dan kunnen ze hun kinderen dus ook rustig meenemen. Wat voor informatie geeft u op de informatiemarkt? Allerlei informatie over wat er de komende tijd gaat gebeuren in de wijken. Ook in deze wijk, bijvoorbeeld in de Merwedepolder, maar ook voor andere wijken doen we dat. En dat is niet alleen informatie van de gemeente, maar dat kan ook informatie zijn over activiteiten die bijvoorbeeld de DWO houdt in de wijken. Of dat de Merwelanden gaat verbouwen. Al dat soort informatie kan je vinden op de informatiemarkt. Een leuk voorbeeld van wat we vorig jaar gedaan hebben is dit voetbalveldje hier achter ons. Dat is afgelopen vrijdag geopend. Nou, zo informatie daarover kan je allemaal vinden op de informatiemarkt. Ja.